Congres, we zijn weer gaan vertrouwen op de kracht van ons eigen verhaal. En daar zullen we aan blijven bouwen langs de lijnen van onze 5 richtingwijzers. En ik loop ze nog even met u langs. Vertrouw op de eigen kracht van mensen. En daarom kiest D66 voor het beste onderwijs. Zodat iedereen de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen. Het kabinet Rutte-Verhagen bezuinigt daarop en zet daarmee onze kinderen op achterstand. Denk en handel internationaal. D66 wil met een open houding in de wereld staan. Daar is Nederland altijd beter van geworden. En Rutte doet ons land tekort als hij kiest voor een verbod op het hebben van 2 paspoorten. En als hij kiest voor een Europees beleid waarbij het terughalen van geld de kern van de boodschap wordt. En als hij kiest voor het enkel benadrukken van migratie als probleem en zelden als kans. Kortom, wij hebben nog een internationale missie te vervullen. Onze derde richtingwijzer beloont prestatie en deelt de welvaart. Maar om welvaart te kunnen delen, moet die wel eerst verdiend worden. En het enkel conserveren van bestaande rechten voor de huidige generatie is een kortzichtige vorm van achteruit verdedigen. Die helaas steeds populairder wordt bij conservatief links en rechts. Onze economie komt alleen vooruit als we durven hervormen. En mijn grootste teleurstelling is dat Rutte zijn belofte op dat punt heeft opgegeven. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Onze vierde richtingwijzer. D66 zet zich hard in voor het behoud van de rijkdommen van de natuur, oftewel biodiversiteit. En het is zo belangrijk omdat duurzaamheid en economie steeds meer in elkaars verlengde komen te liggen. Het succesvolle bedrijf van morgen is een duurzaam bedrijf. En klimaat of natuur mogen geen sluitposten van de begroting zijn, maar moeten onderdeel zijn van ieders core business. Koester de grondrechten en gedeelde waarden, onze vijfde richtingwijzer. En hij klinkt voor ons zo vanzelfsprekend. Maar juist van hetgeen vanzelfsprekend lijkt, zullen wij de waarden moeten verdedigen. Congres, we maken ons op voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart aanstaande. En de landelijke impact daarvan zal zeldzaam groot zijn. De lijsttrekker voor de Eerste Kamer zal er zijn handen aan vol krijgen. Maar laten we niet vergeten dat zolang we nog voor een provinciaal bestuur stemmen, we per provincie duidelijk moeten maken dat ook op dat niveau een sterk D66 nodig is. Bijvoorbeeld omdat wij meer ruimte willen voor natuur. Omdat wij willen dat provincies zich beperken tot hun kerntaken. En omdat wij megastallen niet de oplossing vinden voor de intensieve veehouderij. We hebben de opdracht onze hervormingsagenda om te zetten in concrete daden. In de Tweede Kamer, in de provincie en in de gemeente. Wij mogen onze kiezers daarin niet teleurstellen. Maar onze opdracht gaat verder. Het is ook onze opdracht een antwoord te vinden op de politieke versplintering. Een antwoord te vinden voor de verweestheid in het politieke midden. En een antwoord te vinden voor de conservatieve polarisatie ter linker en ter rechterzijde. En voor die opdracht voel ik me meer dan ooit tevoren gemotiveerd. Dank u wel.